allemaal, welkom bij de Spellenreporter. Mijn naam is David en vandaag ga ik jullie Hero Realms uitleggen. Hero Realms klinkt als Star Realms en daar is het ook de opvolger van. Het is eigenlijk hetzelfde spel, alleen dan in een ander jasje, namelijk met een fantasy thema. En voor wie Star Realms al goed kent, kan eigenlijk deze uitleg wel overslaan, want het speelt net hetzelfde als Star Realms, alleen speel je dus in een andere setting. Hero Realms is een deckbuilder, betekent elke speler begint straks met hetzelfde setje kaarten, maar door kaarten te gaan kopen worden je aanvallen steeds krachtiger en kan je ook steeds duurdere kaarten gaan kopen. En de speler die als eerste ervoor zorgt dat de andere speler op 0 leven komt, of natuurlijk nog minder, die is dan de winnaar. Laten we maar snel gaan kijken hoe we dat gaan doen, dan ga ik even de verpakking openmaken. Om te beginnen zitten er 4 spelersetjes in dit doosje. En dat betekent dus bij Star Realms kon je het maar met z'n 2 spelen. Koop je Hero Realms, dan kan je gelijk met z'n 4 aan de slag. En elke speler krijgt dus aan het begin van het spel hetzelfde setje kaarten. Die bestaat uit 7 muntjes. En die muntjes die kan je gebruiken om kaarten te gaan kopen. Er zit 1 kaart bij, die is 2 muntjes waard. Je hebt een aanvalskaart van 1 en een aanvalskaart die 2 aanval doet. Dat zijn dus de kaarten die iedereen krijgt en waar je mee gaat beginnen. En wat een hele grote verbetering is ten opzichte van Star Realms is het bijhouden van hoeveel levens je nog hebt. Dat doe je namelijk met deze 2 kaarten. Deze kaart is voor de tientallen. En dat andere kaartje, daar staat gewoon 0 tot en met 9 op. Elke speler begint altijd het spel met 50 punten, dus je kan de kaart gewoon zo neerleggen. Maar ga je nu in punten achteruit, bijvoorbeeld je gaat naar 48, dan draai je gewoon deze kaart om en die schuif je dan naar de 8. En zo kan je constant door te schuiven van je kaart, kan je bijhouden hoeveel levens je nog hebt. De bedoeling is dus dat je er altijd wel punten overhoudt, want sta je op 1 en krijg je nog 1 schade, hou je er dus nog 0 over, dan ben je dood. Dus dat is het voordeel vergeleken met Star Realms, een veel betere manier om je levens bij te houden en je kan het gelijk met z'n 4 gaan spelen in plaats van alleen maar met z'n 2. Dan gaan we nu naar het spelletje zelf. Nou, en dit is eigenlijk alle ruimte die je nodig hebt om Hero Realms te kunnen spelen. In dit geval heb ik het even voor 2 spelers neergelegd, dus lekker 1 tegen 1. In het midden van de tafel ligt het aanbod. Dat zijn kaarten die je kunt gaan kopen. Dat zijn er altijd 5. En op het moment dat je een kaart koopt, wordt die gelijk aangevuld met een nieuwe kaart. Dus er liggen altijd 5 kaarten om wat uit te kiezen. Behalve dat hier aan deze kant liggen nog 1 setje extra kaartjes. En dat zijn allemaal dezelfde. Dus die kan je vrijwel onbeperkt kopen. Die kost 2 muntjes. En als je hem dan in je hand hebt, is die 2 muntjes waard. En dat prullenbakje leggen we dan ook maar gelijk uit. Gooi ik deze kaart weg uit mijn hand, uit het spel. Dan leg ik hem in dit geval weer terug op deze stapel. En dan krijg ik als dank voor het weggooien, krijg ik 3 aanval die ik mag doen op mijn tegenstander. Dus die is eigenlijk altijd beschikbaar. En dit aanbod wisselt elk potje omdat je steeds weer andere kaarten van die stapel gaat trekken. En voor wie deckbuilding, bijvoorbeeld Dominion al kent, zal dit wel bekende kost zijn. Maar we gaan gewoon beginnen en dat betekent dat de startspeler en ook de andere speler schudden hun 10 kaarten die ze bij de start hebben ontvangen. We hebben dus allemaal dezelfde kaarten gekregen aan het begin van het spel. Ben je de startspeler, dan mag je maar 3 kaarten trekken van een stapel. Maar vanaf nu mag de volgende speler, en als ik daarna ben, ik weer, mogen we steeds 5 kaarten in onze hand nemen. Maar omdat ik de startspeler ben, heb ik een klein nadeel. Ik heb het voordeel dat ik als eerste mag kiezen, maar als nadeel heb ik dus dat ik de eerste beurt maar 3 kaarten mag trekken. Nou, we zien, ik heb niet heel veel spannends. Het is ook pas het beginsetje en ik heb 4 muntjes om te besteden. Elke kaart die ik speel, die leg ik voor mij neer. En dat betekent dat ik nu 4 muntjes heb neergelegd en dan kan ik dus gaan kijken wat ik wil gaan kopen uit het kaartenaanbod. En dat is heel eenvoudig, want de kosten van die kaarten om te kopen, die staan netjes rechtsboven vermeld. Dus elke kaart heeft zijn prijs en je zult natuurlijk begrijpen hoe duurder de kaart, hoe beter die wordt, maar we zullen rustig moeten beginnen. Ik zou dus bijvoorbeeld 2 van deze kaarten kunnen kopen, maar het is natuurlijk veel leuker om kaarten te gaan kopen uit het aanbod. Voor 4 muntjes kan ik bijvoorbeeld deze kaart kopen, die kost ook 4. Nou, dat kan ik doen, dan is mijn beurt ook gelijk voorbij. De kaart die je koopt mag je niet gelijk in je hand of op je trekstapel leggen. Die leg je samen met de kaarten die je gespeeld hebt, leg je die even apart. En die komen dan op je zogenaamde aflegstapel. Zoals gezegd, wordt hier een kaart gekocht, komt er gelijk een nieuwe kaart voor in de plek. En aan het einde van mijn beurt trek ik dan in dit geval nu 5 kaarten. En dat wordt dan mijn nieuwe hand. Pas als ik mijn hand wil gaan aanvullen of ik moet een kaart trekken om een andere reden en ik kan geen kaart meer trekken, omdat hier geen kaart meer ligt, dan ga je je aflegstapel pakken, die schud je goed, die leg je dan weer neer bij je trekstapel en dan ga je vanaf daar trekken. Dus langzaam maar zeker komen die kaarten die je gekocht hebt en die dus veel beter zijn, die komen dan langzaam maar zeker tevoorschijn. Vervolgens is dan mijn tegenstander, dan ben ik weer aan de beurt. Nou, in dit geval heb ik wederom alleen maar muntjes, 5 muntjes in dit geval. En waar je een beetje bij op moet gaan letten bij Hero Realms is dat je gaat proberen kaarten van dezelfde kleur te kopen. Dus je koopt niet alle kleuren die maar los en vast zitten, maar je probeert te focussen op 1, 2, misschien 3 kleuren, omdat dat voordeel geeft. Daar kom ik straks nog even bij. Ik heb 5 muntjes, ik had een rode kaart gekocht en hier ligt nog een rode kaart voor 2 muntjes. Dus ik koop die gewoon. Dan trek ik nog een kaart open, want er komt er gelijk eentje te liggen. Heb ik nog 3 muntjes over en dan koop ik bijvoorbeeld nog een groene erbij. Wordt weer aangevuld, mijn tegenstander is en ik ben weer. Ik mag 5 kaarten trekken. Hey, dat zijn er nog maar 2. Dat betekent dat ik mijn aflegstapel ga schudden. Dat betekent dat die goede kaarten die ik gekocht heb er nu ook tussen gaan zitten. En ik vul mijn hand nog aan tot 5. En dan zien we dat daar die aanvalskaarten bij zitten. Dat betekent dat ik, als ik deze neerleg, 3 aanval doe op mijn tegenstander. Dus mijn tegenstander gaat op zijn kaartje zorgen dat daar nu 47 komt te staan. En van die 3 muntjes kan ik dus weer wat gaan kopen. Dan ga ik het nu even over de kleur van de kaarten, want dat is wel belangrijk met dit spel. Je ziet, er zijn verschillende kleuren en die kleuren of die symbolen die staan ook links bovenaan. In dit spel zit blauw, rood, geel zit er nog in en je hebt ook nog groen. Dus je hebt 4 kleuren waar je uit kan kiezen. Maar speel je 2 kaarten in van dezelfde kleur in je beurt, dan kan het zijn dat dat een voordeel geeft. Deze kaart heeft geen bonus voor het spelen van een andere kaart, dus daar gebeurt verder niks mee. Maar omdat ik nu nog een rode kaart heb gespeeld in deze beurt, wordt dit vakje geactiveerd en dat betekent dat je mag doen wat hier staat. En dat mag dus alleen als je die kleur erbij speelt. En in dat geval mag ik dus nu nog een extra kaart trekken. Altijd fijn. En zo heb je bijvoorbeeld deze kaart, als je die gewoon los speelt, mag je 2 muntjes uitgeven en je mag een kaart trekken. Speel je in die beurt nog een keer een blauwe kaart, dan mag je de volgende kaart die je koopt uit het aanbod, die mag je dan ook nog eens gelijk in je hand doen en dus gelijk spelen. En zo zijn er diverse kaarten die zo'n symbool onder hebben staan, waarmee je een bonus krijgt als je 2 keer dezelfde kleurkaart in één beurt speelt. Naast dat je op de kleur gaat letten, kan je ook nog letten op het soort kaart. Kaarten zonder schildje, dat zijn gewoon speelkaarten. Die speel je en die leg je weg. In dit geval krijg je 2 muntjes en speel ik nog een gele kaart, dan krijg ik er 6 leven bij. Dat zit in zo'n potion, zo'n healing potion. In dit geval is die 6 levens waard. Maar speel ik deze kaart, dan doe ik wat erop staat en ik ga het naar mijn aflegstapel. Maar je hebt ook kaarten, en dat zag je net misschien al, waar een schildje op staat. En hier heten het champions. Het staat hier ook bovenaan, champion. Als je een champion speelt, dan leg je die neer en vervolgens als je dan 3 aanval doet, dan draai je je kaart even, het zogeheten tappen, ook al mag je dat volgens mij officieel niet zo noemen. Maar je draait de kaart even ten teken dat je die gebruikt hebt, maar die kaart die laat je liggen. Dus al die kaarten die je gewoon speelt, die gaan naar je aflegstapel, maar als er een schildje op de kaart staat, dan mag je die lekker laten liggen. Dat betekent dat ik, als ik nu weer 5 kaarten trek, ik ook gewoon echt 5 kaarten mag trekken. Dus deze telt niet mee voor mijn hand, ik mag gewoon 5 kaarten trekken. Ben ik dus klaar met mijn beurt, dan mag ik hem weer recht draaien, zodat ik hem in de volgende beurt kan ik mijn champion weer gebruiken. En je ziet, die champion heeft dus een waarde in dat schildje staan en dan heb je zwart en wit. Als deze kaart voor mij ligt, betekent dat mijn tegenstander 4 aanval moet doen op deze kaart om hem kapot te maken, om hem weg te schieten. Het schildje is wit, dat betekent dat mijn tegenstander hem niet kapot hoeft te schieten om mij te kunnen raken. Hij kan ook zeggen, nou ik doe al 4 aanval, maar die doe ik gewoon op jou en niet op deze kaart. Iets anders is het met de zwarte champions, dus die hebben een zwart schildsymbool en daar staat ook guard op. Die beschermen je echt en dat betekent dat deze kaart eerst kapot moet gaan voordat de tegenstander mij kan aanvallen. Dus ook al kan de tegenstander nu 2 aanval doen, komt hij niet door die 3 heen, dus dan gebeurt er helemaal niks en deze blijft ook liggen. Deze guard moet in één keer kapot geschoten worden. Hij krijgt geen schade die meegaat naar de volgende ronde. Het is gewoon of je krijgt hem kapot of niet. Krijg je hem niet kapot, blijft hij liggen en dan mag je de volgende ronde opnieuw gaan proberen. Alle aanval die overblijft, dus stel mijn tegenstander doet 5 aanval, dan doet hij 3 op mij en houdt hij nog 2 aanval over, die kan hij dan naar mij doorsturen. Maar het kan dus een tactiek zijn om veel van die guards neer te gaan leggen, zodat je tegenstander moeite gaat krijgen om jou te raken. Plus dat je als voordeel hebt, zolang deze hier ligt, heb je dus ook die kleur die met jou meespeelt en die jou misschien voordeel geeft. Hier liggen heel mooi 2 rode, betekent zolang deze liggen mag ik elke keer aan het begin van de beurt, wordt deze rode special ability, trek een kaart, wordt steeds getriggerd door die andere rode kaart. Dus het kan heel voordelig zijn om die daar te hebben liggen. Nou, en zo ga je dus kaarten spelen, champions neerleggen en je blijft maar je deck verbeteren door steeds betere kaarten uit dat aanbod te kopen. Soms mag je ook kiezen wat je doet, bijvoorbeeld met deze kaart dan kan ik gaan kiezen als ik hem speel of ik kies 1 muntje of ik kies 1 aanval. En wederom zorg je dat er in je beurt nog een rode kaart ligt, dan mag je nog 4 extra aanval doen. Het wordt natuurlijk wel vervelend als jij allemaal hele goede kaarten hebt gekocht, maar je krijgt maar steeds die vervelende rot startkaartjes in je hand. Gelukkig is daar ook een oplossing voor en wel met de term sacrifice. En deze kaart zegt, you may sacrifice a card in your hand or discard pile. En dat betekent dat je uit je hand of uit je aflegstapel mag je een kaart halen en die mag je wegdoen. Die haal je uit het spel, die gaat niet meer in jouw hand. En hoe meer je dus die zwakkere kaarten kan sacrificen, uit je deck kan gooien, hoe vaker je alleen nog maar je goede nieuwe kaarten in je hand gaat krijgen en hoe sterker je dus gaat spelen. En behalve dat je zo'n schild van zo'n champion kapot moet schieten, kan je hem ook stunnen. Er zijn kaarten die zeggen stun a target champion. Dat betekent dat je een van die champions mag aanwijzen en die stun je. Oftewel, die vernietig je in één keer. Daar hoef je niks voor te doen. En die moet gelijk naar de aflegstapel van die speler. En dat is wel zo'n beetje alles wat er over Hero Realms te vertellen valt. Je begint simpel met heel veel muntjes en een paar aanval. Met die muntjes ga je betere kaarten kopen, waardoor je nog meer muntjes kan uit gaan geven in beurten. Of dat je meer aanval gaat doen, of je krijgt er leven voor terug. De bedoeling is dus dat je zo snel mogelijk je tegenstander op 0 punten of minder krijgt om te winnen. Ik speel het met z'n vieren, dan kan je het op meerdere manieren spelen. Je kan 2 tegen 2, of je spreekt af dat je alleen maar linksom aanvalt, of gewoon ieder voor zich. Nou, je kan van alles verzinnen. Persoonlijk vind ik Hero Realms leuker omdat ik het fantasy thema net iets leuker vind dan het space science fiction thema. Maar ja, dat is natuurlijk vooral persoonlijk. En zoals in het begin al gezegd, ook de bijhouden van je levens gaat een stuk fijner in dit spel. En ik heb het idee dat je bij Hero Realms iets makkelijker aan grotere aanvallen toekomt. Bijvoorbeeld deze kaart, die kost maar 2 muntjes, maar die doet ook gelijk 2 aanval. Of hier heb je zelfs voor 1 muntje, kan je 3 aanval doen. En als je hem combineert met nog een groene kaart, doe je zelfs 5 aanval. En dat is erg goedkoop. Voor 1 muntje zoveel aanval. Mocht jullie nog vragen over Hero Realms hebben, stel die dan gerust in de comments hieronder. Of stuur even een mailtje naar despellenreporter@gmail.com. Mijn naam is David, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.